Ik ben Maarten Loos van de Snoepfabriek en ik laat jullie vandaag wat lekkere hapjes zien voor de feestdagen. Niet al te duur, maar wel heel erg lekker. Dit is rosbief met aangemaakte salade erin met een pesto. Dit is een witlofschuitje met een appelsalade met rauwe ham. Met een balsamico azijn. Een flensje gevuld met garnalen. Met geconfijte groenten. Dit is de rauwe zalm, rauw gemarineerde zalm. Die hebben we geblakend in het vuur. Ook met geconfijte groenten. Het flensje, kruidenflensje, gevuld met een kruidencreme met gerookte zalm en sla. De crème brûlée van geitenkaas met garnalen. Heerlijke gewokte champignons op een bedje van gedroogde prei. Dit is een cannelloni van kippenbouillon met garnalen en gerookte zalm. Om lekkere hapjes te maken zul je toch bepaalde dingen moeten voorbereiden. Ook van tevoren natuurlijk na gaan denken wat je gaat maken. Nou, ik had vandaag zitten denken om kleine witlofschuitjes te maken gevuld met appel en een klein beetje rauwe ham erbij. Wat gewokte champignons. We maken wat flensjes met zalm erin, leuk opgerold. We hebben wat rosbief met een tapenade. Dus zeg maar pesto. Wat ik ook alvast heb gemaakt zijn wat kleine prei krokantjes. Die zijn gefrituurd. Wat truffelaardappeltjes gefrituurd. Nou, ik heb in dit geval wat bouillonpasta genomen. Is gewoon makkelijk. Gewoon wat een lekkere paturin. Dus een lekkere knoflookkaas. Ik heb wat grote granalen gehaald. Je kunt ook gambas nemen. Is ook heel erg lekker. Maar granalen zijn net wat goedkoper. Wat sla. Wat prei. Wat kruiden. Wat zalm. We gaan een rauwe zalm maken. Die wordt gemarineerd. En dan, nou, ik zou zeggen, ik ga lekker even aan de gang. Kijkt u mee.